Goedemiddag en welkom bij SCTV. Morgen trekken de Canaries richting KV Kortrijk en het Guldensporenstadion. Een moeilijke verplaatsing, is het niet, Ivan? Ja, moeilijke verplaatsing. We weten perfect dat Kortrijk is een ploeg die thuis heel sterk is. Laatste wedstrijd verloren tegen Anderlecht, maar andere wedstrijden heel goed gespeeld die al jaren. Hebben zij een sterke thuisreputatie, maar we hebben al gespeeld tegen Kortrijk met 10 man en 75 minuten. Denk ik dat we weten perfect wat kunnen we doen en hopelijk kunnen we morgen een goede wedstrijd spelen en ik reken persoonlijk dat kunnen we daar iets rappen. Ja. En iedereen is fit voor de confrontatie? Nou, we hebben een kleine probleem met Yujiono. Hij kan niet in selectie komen. Nog 2-3 kleine blessures, maar hebben we een sterke selectie. Nu de laatste 2-3 wedstrijden heel goed gespeeld. Met ook vertrouwen is hier en een week goede voorbereiding. En hopelijk dat kunnen wij morgen een goede wedstrijd zien. Ja. En het kan zijn dat we nu ook een paar weken niet langs de zijlijn gaan zien staan. Wat is eigenlijk uw gevoel daarbij? Mijn gevoel? Verdrietig, teleurgesteld. Alles slecht wat kan één persoon binnen te hebben. Hè. Dat was een overdreven reactie, maar moeten we weten waarom kwam deze reactie na die wedstrijd. En wanneer heb ik gehoord? 4 wedstrijden. Alles wat kwam tussen, dat is echt voor heel verdrietig te zijn, omdat de rapport was zeer subjectief. Was toch mijn woord tegen een andere woord, maar iedereen die kent mij goed weet het perfect dat ik ben een persoon met emotie, met passie voor voetbal. En dat klopt, overdreven reactie, maar wat willen wij doen? Wat willen wij zien? En wat willen wij, voor wat vechten wij in voetbal? We vechten voor dezelfde behandeling van iedereen. Als op de ene kant een penalty is niet, en op de andere kant dezelfde situatie is penalty, dan is normaal. Dan kan je gefrustreerd worden na de wedstrijd. En ook, ik ben al 11 jaar in België. Ik heb gezien verschillende reacties van de spelers, van de trainers. En nog nooit 4 wedstrijden voor iets wat heb ik gedaan. Ik heb geen enkele slechte woord gebruikt, maar hopelijk dat volgende vrijdag kan ik daar komen en dan weet je dat ik reken op eerlijker, dat die behandeling kan op een eerlijker manier worden. Ja. Ja. Nu, we gaan wel volgende week in beroep, vrijdag zal dat zijn, en dan zal de straf misschien of waarschijnlijk wel iets verminderd worden. Ach, hopelijk wel, omdat denk ik dat is zeer oneerlijk. Zeer oneerlijk, en ik ben gewoon verdrietig. Als zie je de alle situaties, alle aspecten, dan moet je verdrietig zijn. En dan hopelijk daar was die beeld van na de wedstrijd, en dan kunnen mensen alles zien. Ja, een persoon die verliest een wedstrijd in de laatste minuut. Overdriving reactie, maar toch, als kunnen wij op eerlijke manier voetbal hebben in België, dan moeten wij een beetje oppassen, hè, en moeten wij goed doen voor voetbal. Niet alleen nu aan de kleine club en kleine trainer hier de iets willen bewijzen. Hè. Ja. We zullen zien volgende week. We gaan nog even de selectie overlopen voor morgen. Dus we hebben Van Welkenhuizen, Gené, Pulido, De Petter, Peters, Proschwitz, Bezus, Boli, Gerkens, Cuevas, Bagayoko, Ceballos, Dussault, Pirard, Janssens, Kotisch, Valdivia is geschorst. Ja, Valdivia kan niet spelen, 5 gele kaarten. Ja. Ono is terug geblesseerd, zien we ook. Ja, dat is heel jammer, omdat hij
Volgens mij heeft drie goede wedstrijden gespeeld tegen Lokeren, tegen Mechelen en tegen Mouscron. Ja. Fernandes zit er ook bij, Dutoit ook geblesseerd. Ja, en Trap op dinsdag op de training, op woensdag, ik kon niet trainen. Trainingen volgen de laatste drie dagen, dat is jammer. We willen altijd twee goede keepers hebben in de ploeg, maar hebben we genoeg vertrouwen in onze jonge Jano dat als nodig is dat hij kan goed spelen. Ja, en Doutzenberg komt er ook bij ter vervanging van Dutoit, Bamba en Kubemba. Kubemba is er ook terug bij na enkele weken. Ja, hij is terug naar één week. Ook wie terug is Roman Bezos, ja, naar een schorsing van een wedstrijd. Blij, ja. Ik heb gezien heel goede dingen deze week op de training. Intensiteit, energie, tempo. En qua voorbereiding voor de wedstrijd ben ik heel blij. Maar de trainings en wedstrijd zijn niet hetzelfde. En hopelijk dat kunnen wij die mentaliteit, die kwaliteit van de training op de wedstrijd zien. Goed, dank u wel. Wij zien jullie morgen in Kortrijk. Zijn er nog vragen voor?